Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2010 Career Mode. Mijn naam is Jan Schraven en vandaag gaan we verder in Duitsland, aflevering nummer 30. Maar heb je die vorige race gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Dat kan rechtsboven in het i'tje, klik erop en dan zie je die video verschijnen natuurlijk. Maar het allerbelangrijkste, ben je nog niet geabonneerd op dit gamekanaal van mij? Gewoon even doen, abonneer voor meer en schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je altijd op de hoogte bent. Wanneer ik een nieuwe video upload, hebben we een offer gekregen van Williams om nog een jaartje er aan vast te plakken voor $10.500. Weet ik niet of we dat gaan doen, dat gaan we gewoon even zien. Leiden het klassement met 250 punten. Daarachter is het Alonso op 132. Hebben we tot nu toe alle grote prijzen gewonnen die er maar te rijden zijn in seizoen 2, dus dat is goed om te zien. Ik verwacht ook veel hier in Duitsland. Dat moet gewoon goed gaan komen. De helm blijft gewoon hetzelfde. Misschien in België passen we het aan. En dan is het op naar de kwalificatie voor aflevering nummer 30. Dan zijn we aanbeland bij de kwalificatie. Droog weerbanden in de race. Gaat het regenen, dan moeten de fullwets eronder worden gezet. Dus dat kan nogal lastig worden. Voorlopig droog. En ja, kijken wat we kunnen. Dat is gewoon het advies. Daar een klein beetje die bocht iets te veel genomen. Daardoor raakte ik de achterkant kwijt. En hadden wij een momentje overstuur. Aanbeland bij het einde van mijn eerste run. En wij komen neer op een 1. 19-8. Voorlopig pole positie. Met nog ongeveer 2 minuten op de klok gaan wij voor onze derde keer aanzetten. Voorlopig de snelste man op het circuit. De tweede run was afgekeurd vanwege een bochtafsnijding. Dus die ronde heb ik daarna ook gelijk afgebroken en gaan er nu eens goed voor zitten. Zijn 73.000ste sneller, dus dat is goed om te zien. Einde van deze ronde. En dan komen wij tot een 1.18.4. Gaan er dus nog een keer proberen om die ronde te verbeteren. Dat wordt misschien een 1.18.0. Maar ik ben er bang voor. Want nou, we zijn wel een tiende sneller. Het kan nog gebeuren. Vlag hangt uit hier in Duitsland. Helaas is deze ronde niet beter geworden. Maar staan wij alsnog op de eerste plek, is het op naar de race hier in Duitsland voor aflevering nummer 30 van F1 2010 Career Mode. Dan zijn we aanbeland bij de race. Starten op de full wets, een regenrace dus. Vertrekken vanaf pole position, 94% kans op neerslag. Ja, volledige full wets eronder gezet, geen intermediates. En gaan voor een wat nattere setup. Zo zeg ik het maar eventjes. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 30 van F1 2010 Career Mode. Ik ben heel benieuwd wat het gaat opbrengen voor ons en opleveren. De baas wil opnieuw een podiumfinish zien. Daar moeten wij voor zorgen. De lampen zijn uit en we zijn onderweg voor de grote prijs van Duitsland. En we komen goed weg. Gaan dan gelijk die eerste bocht blokkeren. Niemand kan er langs en dat is goed om te zien. Hamilton heeft het een klein beetje moeilijk. Petrov naar P4, Vettel naar P3 voor het thuispubliek. We hoeven geen droog weerbanden te nemen, dus
We kunnen gewoon de wedstrijd hierop uitrijden. We zitten aan het einde van die eerste ronde. Als Vettel voorbij is aan Vitaly Petrov. En wij noteren een 1.35.0. Barrichello op de laatste plek. En Hamilton is gewoon flink aantal seconden langzamer. 2 seconden ongeveer. We krijgen een waarschuwing vanwege de bochtafsnijding. Maar goed, dat is geen probleem. Voorlopig gaat het goed. Banden en remmen zijn in optimale temperaturen, dus ze zijn in peak performance. Wat betekent dat de banden en de remmen toch wel gaan slijten. Dus daar moeten wij rekening mee gaan houden. Hier gaat alles hartstikke goed. Geen momenten voor zorgen. Klein beetje onderstuur bij die bocht, maar dat is geen probleem. En zijn 5 seconden sneller. Goed hoor. Zitten we in ronde nummer 5 van de wedstrijd als wij daar 17e langzaam zijn in sector 2. Waar is Vitaly Petrov? Geen flauw idee, maar die is ver teruggezakt tot achter Nico Rosberg. Die rijdt op een P4, mijn hout begint weer lekker te kraken. Dus dat kan ik er niet onderuit knippen helaas. Vanwege het warme weer zet dat hout uit en dan krijg je dat. Ronde nummer 6. Nog 7 rondes te gaan in de wedstrijd. En we gaan door. We gaan gewoon door. Barrichello op P20. Voorlopig gaat het goed. We zitten in ronde nummer 10 van de wedstrijd. Als we daar al achterblijvers hebben. En dat zijn Kovalainen, die hier niet zo makkelijk aan de kant gaat. Vorig seizoen was dat Jarno Trulli. En we raken per ongeluk Kovalainen. En Heikki Kovalainen is zijn voorvleugel kwijtgeraakt. Die Grassi gaat het hier ons ook een beetje lastig maken. Maar wij passeren hem daar via die buitenkant. Dus dat is goed om te zien. En gaan we zo meteen. Ja, dat hoop ik ook. Trulli. Aan de kant. Dat doet hij ook. Jazeker. En dan zitten we in ronde nummer 11 van de wedstrijd. En zijn 17e sneller. Hebben zometeen nog meer achterblijvers. En dat is Shandok. Karun Shandok rijdt daar. Volop in de spray. En nu eruit gaan. Jazeker. Laten ons zien. Shandok gaat nog niet echt aan de kant. Weer terug in die spray voor Slipstream. En dan vallen we ook gelijk Bruno Senna aan. Die ook op een ronde wordt gezet. Zo doen we dat. Hamilton rijdt rondetijden langzamer dan die van ons. Zegt de engineer. Dan hebben we daar zometeen ook weer een blauwe vlag situatie. En zijn 14e harder gegaan. Goed om te zien. Dan hebben we daar Kobayashi. Die op een ronde wordt gezet in ronde nummer 11. Moet ons voorbij laten. Doet hij niet zo slim. Julian. En we moeten daar via de buitenkant een hazenpad kiezen om er toch voorbij te gaan. En dan zitten we in ronde nummer 12 van de wedstrijd. Jazeker, en zijn 16e sneller. Noteren een 1.23.8. Daar hebben wij Alguersuari. Aan de binnenkant dan, jazeker. Hij laat ons voorbij. Nou, wil nog niet zomaar opgeven. En dit keer is het wel gedaan. Glock ook gepasseerd en de engineer zegt rustig aan doen, want je kan veel grip verliezen.
En dan zitten we ook gewoon in ronde nummer 12. Dan zitten we in ronde nummer 13. En daar hebben wij Buemi die op een ronde wordt gezet. De volgende is dan Rubens Barrichello. Die rijdt op een P16 rond. Zijn 3/10 harder gegaan in sector 1. Barrichello rijdt op een P16 volgens mij. Een P15, excuseer. En is ook gelapt. Barrichello is gelapt. Vindt hij niet fijn, maar goed, de waarheid kan hard doen. Dat weet ik ook wel, ingenieur. Daarvoor zijn het achterblijvers. We moeten nu ook naar de volgende toe zien te rijden. Het is Adriaan Soutil in zijn Force India. Wij passeren hem daar aan de buitenkant. Jazeker. Goed gedaan en zijn een seconde sneller in sector 2. Dan hebben we daar ook een andere achterblijver. Ik weet niet wie dat is, maar die kunnen wij denk ik niet meer pakken. Ik denk dat dat De La Rosa is. Jazeker, Pedro De La Rosa. Kunnen wij hem nog op een ronde zetten? Dat is de vraag. Het antwoord. Jazeker, net op een ronde gezet, maar ook de grote prijs gewonnen. Is het op naar de volgende race. Great drive, great drive! You've dominated the whole weekend. Pole and the race win. Fantastic! Nou, hier bij de grote prijs van Duitsland. Hamilton naar P2 Vettel voor zijn thuispubliek op het podium. Goed gedaan. Webber stelt teleur. Schumacher stelt teleur. En wie nog meer? Ja, helaas Rubens Barrichello niet naar de punten gegaan. Jammer. Jammer, jammer, jammer. Button op 5, Vettel 6, Webber 7. Dus, ja, we lopen wat uit in het klassement. Daar nog steeds eerste in het coureursklassement met 275 punten. Daarachter is het de nummer 2 op 133. Dus ja, we zitten er goed bij. We zitten er lekker bij. We domineren gewoon de hele sport. Zo simpel kan het zijn. En constructeursstand is ook gewoon goed. Hey legend, you might want to take a look at the laptop. Frank Williams has dropped off a revised offer for you. Ja, we zullen wel even kijken wat dat gaat worden, agent. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze video. Heb jij genoten, beloond dan zeker met een like. Heb jij niet genoten, dislike de video dan. En vertel me ook waarom jij hem niet leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal en wil je meer wekelijkse Formule 1 content zien op dit kanaal? Abonneer dan gewoon voor meer. En schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. Reageer wat er verbeterd kan worden op deze video. Volg me ook even op de sociale media. @GiananSchouwen op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video van Formule 1 content. Gaan we dan met de volgende video. En ja, ik ben benieuwd wat het volgende contract van Williams wordt, want we hebben het offer geweigerd. Dus dat allemaal in de volgende video. Tot de volgende keer natuurlijk. Tot ziens.